En hier is hij dan weer, een hele nieuwe De Straat. Dit keer vanuit het pittoreske Scheveningen in de Keizerstraat. Helemaal toppie. En de straatvraag van deze keer is Sybrand Buma van de CDA. Ik zeg het helemaal goed. Die wil graag de dienstplicht terug voor jongens en meisjes. Het is eigenlijk voor de saambehorigheid weer terug te krijgen in de samenleving. Ja, we gaan het vragen aan de mensen hier op Scheveningen. Die hebben er vast wel een idee over. En nu is het die Sybrand Buma van de CDA. Die wil de dienstplicht invoeren. Wat vindt u daarvan? Helemaal goed. Helemaal goed? Helemaal goed. Leg uit. Er is genoeg jeugd die niks, geen werk hebben, niks. Vandalisme, misdaad, dienstplicht invoeren. Die Buma die doet het eigenlijk, zeg maar, om de saamhorigheid hier een beetje in Nederland te krijgen. Ben je het daarmee eens? Ja, helemaal mee eens. Dus je bent het mee eens dat de dienstplicht ingevoerd moet worden? Ja. Dus laat ze maar wat doen, de jeugd. Ik ben 55, bijna 56. Ik ben 2 jaar geleden deze winkel begonnen met niks. En ik werk ook nog hard voor mijn geld. Ben je vroeger in dienst geweest? Nee, ik ben afgekeurd. Ook afgekeurd? Afgekeurd, ja. En had je wel gewild in dienst? Nee. Nee? Nee. Waarom vond je het zonde van je tijd of wat? Ja, ik zag het gewoon niet zitten. Nee, een paar maanden in pakken te gaan lopen. Maar ja, die gasten, die nou zeg je van hoe heet het? Ik vind het een goede zaak. Die denken er misschien precies hetzelfde over. Ja, maar de tijden zijn veranderd. Aanslagen, illegale, weet ik het allemaal. De tijden zijn gewoon veranderd. Dus voor mij mag het gewoon weer ingevoerd worden. En mocht het ooit zover komen, dan ga ik als vrijwilliger straks voorop. Nou, dat was heel duidelijk. Graag gedaan. Dankjewel. Die Sybrand Buma van de CDA, die wil graag de dienstplicht invoeren. Wat vind je daarvan? Een klote. Niks? Nee. Waarom? Nou, weet je... Waarom? Bagger. Ja, maar hij wil dan zeg maar de dienstplicht invoeren voor de jongeren natuurlijk, voor vrouwen en mannen. Voor jongeren? Voor jongeren, ja. Ik ben gewoon 64,5 en ik moet nog blijven werken. Nee, het gaat over de dienstplicht, niet over werken. Dienstplicht? Dienstplicht, ja. Wat vind je daar goed van? Achter mijn rug. Ja, maar voor de jongeren, wil je dat weer invoeren? Wat vind je daarvan? Slecht. Slecht idee? Waarom? Nou, dat ik gisteren gehoord heb, dat er een vrouw, dat die jongen zo achtergelaten wordt. Die laat een kind van 2,5 achter. Dat die doodgeschoten was. Oh, je bedoelt in Mali dat geval? Ja, 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 ja. Dat is natuurlijk als ze uitgezonden worden. Hè? Maar hij bedoelt gewoon dat de saamhorigheid in Nederland weer door de dienstplicht misschien weer goed komt. Wat vind je daarvan? Nee, niet goed. Nee? Nee. Ik word bang van je, man. Waarvoor? Je kijkt me zo linkom. Nee, ik kijk jou niet. Ik ken je al jaren. Ja, nee, oké. Okay. Dat is mijn karakter. Nee, is goed. Maar ik zie wat het dolle. Maar je vindt het geen goed idee dus? Nee. Oké. Okay. Nee, dat zou ik niet goed vinden ook. Want nou ook. Ik moet fulltime werken. En ik ben geopereerd allemaal. Maar ik mocht gewoon tot mijn 66 dat ik een paar operaties gehad heb. Nou, dat ik moet gaan werken. En dat is Nederland. Vriend, bedankt voor je mening. Sybrand Buma van de CDA, die wil de dienstplicht invoeren voor meisjes en voor jongens, voor de jongeren dus. Wat vindt u ervan? Ja, daar moet ik heel even over nadenken. Moeilijke vraag? Ja, maar ik vind het een moeilijke vraag. Sowieso, als de dienstplicht komt, vind ik het goed dat het en voor jongens en voor meisjes is. Gelijke kansen, gelijke rechten. Maar ik moet er toch niet aan denken dat mijn zonen verplicht in dienst moeten. Van de andere kant denk ik, als het echt oorlog zou worden, of dat echt Nederland betrokken zou worden bij een oorlog, wordt toch mobilisatie, wordt toch iedereen opgeroepen. Nee, ik even over nadenken, geen dienstplicht. Geen dienstplicht, maar hij wil dan de samenhorigheid een beetje terugbrengen in de maatschappij, zegt hij, hè? Met dienstplicht? Met dienstplicht, ja. Nou, ik denk dat hem dat niet gaat lukken. Ik zal hem dat wel zeggen. Meneer Buma, het gaat u niet lukken om samenhorigheid via dienstplicht te krijgen.